Instagram altijd leuk. Goedenavond allemaal. Heeft het een beetje naar uw zin? Nou, wij ook. Volgend jaar bestaan wij 60 jaar. En ik zit in de feestcommissie. Namens de feestcommissie doe ik dit nu even. Oh, hele leuke foto. Bijna 60 jaar geleden liepen we rond in dit mooie uniform. Nina, waar zit je? Kan je naar voren komen? Nina? Ook daar. Toen liepen we zo rond, door de straten. Nou ja, dat is natuurlijk zo 1957. Dus dat doen we niet meer. 60 jaar later kom ik nu rollend het podium op. Met een speedbriefje, Instagram. En ja, weet je, het ziet er wel heel leuk uit, maar dat doen we niet meer. Nee. Oh, leuke foto. Ja, oh ja, ja, ja. We vieren dit natuurlijk uitgebreid volgend jaar. En we hopen dat u daarbij bent. In het programmaboekje staat in bladzijde, ik heb geen idee, ik gebruik altijd websites. Dus dan moet je maar even kijken op de site www.fios.nl. Er staat ook een agenda op, veel makkelijker. Geen bladzijdes meer omslaan, maar gewoon scrollen. En zo weet je, veel moderner. Maar ja, omdat er ook wat oudere mensen bij ons zitten, ik zeg geen namen. Geen probleem. Doe ik toch maar een ouderwets ABC'tje. Omdat de oude garde dat wou. Nou, de A staat voor Aad. Die zit al daar. Die zit al heel lang bij Fios. De B staat voor bariton, bugel en bas. Die zitten daar allemaal aan de rechterkant. Die spelen zij altijd met heel veel pit. De C is van de toonladder. En stemmen ze altijd wel, ja, wel lekker. En de D is van, dit duurt wel erg lang. Ik ga wel door naar Z. De Z is van 60 jaar Fios. En dat is, wij hopen dat u daar van harte bij bent. Dus tot volgend jaar. Maar ik wil nog even een selfie. Dus één moment. Want ja, het moet wel op Instagram en zo, weet je wel. Dus oké. Uitschuiven. Wel lachen, hè? Anders word ik boos. En jongens van tegenwoordig die boos zijn, dat is niet leuk. Oké, komt u. Ja, dank jullie wel.